Hallo beste mensen en welkom bij de nieuwe editie van de Top 2000. Let's go! Editie 25. En we gaan weer stemmen op de Top 2000. Zoals u hier voor me ziet, kunnen we weer een lijstje maken met maximaal 35 liedjes waar we op kunnen stemmen. En ik heb een creatieve manier bedacht om dit jaar weer te gaan stemmen. We gaan Random Song Generator heb ik erbij gehaald. En dan kiezen we 5 liedjes uit elke decade. Dus van 10 jaar. We beginnen met de 60s. En dan genereren we 5 songs uit waar we op gaan stemmen in de top 2000. Gaan we even genereren en kijken of ze überhaupt in de top 2000 staan. We moeten er wel op kunnen stemmen natuurlijk. Genereren we de eerste. Oh, I Feel Good van James Brown. Nou, we gaan hem even kijken. Hebben ze die? James Brown. Oh, moet ik het wel goed typen natuurlijk. Ja, James Brown. Even kijken. Ja, goede vraag. Ik zie heel veel James Brown. Maar geen I Feel Good. We doen wel Sex Machine. Dat is ook een leuk liedje van James Brown. Gaan we door naar de tweede song uit de 60s. Let's go. Die ken ik niet. Bob Dylan. Nou, die slaan we ook even over. Die slaan we even over. Slaan we even over. De Archie, Sugar Sugar. Zouden ze die hebben? Dat is wel een goede banger trouwens. Even kijken. De Archies. Ja, Sugar Sugar, die hebben ze. Ja, dan gaan we daar ook op stemmen. Dan is dat nummer 2. Gaan we door naar de derde. Die slaan we over. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash, Johnny Cash. Over in this small corner, a beautiful... Oké. Ik weet niet wat dat is. Geen idee wat dat is. Die skippen we allemaal even. Jimi Hendrix. Ik weet niet, man. Nee, oké, die skippen we ook even. Nee, is ook niks. Come on everybody. Nee, kom op. Kom even groeien. Nee. Dit zijn allemaal... Start it a joke? Oké. Okay. I started a joke van de Bee Gees. Dat is op zich wel een goeie. Gaan we die even kijken? Ja, I started a joke van de Bee Gees. Oké dan. Nog 2 uit de jaren 60, jongens. Volgende. Oh, Jefferson Airplane, White Rabbit. Dat is een hele goede banger, man. Ja, die moeten we doen. White Rabbit van Jefferson Airplane. Ja. Dat is echt een lekker nummertje wel. Ja, hartstikke goed. Dan hebben we nog 1 liedje uit de 60's die we gaan kiezen. Daar gaan we. Nee. Procol Harum, die skippen we even. Nee. The Doors met Light My Fire. Ja, daar gaan we op stemmen, jongens. The Doors. Ja, Light My Fire. Dat is inderdaad wel een goede banger. Vinden jullie niet, jongens? Even kijken, waar is hij nou? Light My Fire. Ik ben hem even aan het zoeken, hoor. Oh, ik kan hem even niet vinden. Waarschijnlijk kijk ik verkeerd. The Doors, Light My Fire. Ik heb hem gevonden, ja. Oké, jongens. Nou, we hebben 5 liedjes uit de 60's. Gaan we door naar de 70's. Gaan we daar even 5 liedjes uit genereren. Kom op. 70's, let's go. Dit is niks. Nee, die skippen we even. I Want You Back van de Jacksons, ja. Dat is natuurlijk wel echt van Michael Jackson ook een beetje begonnen, dacht ik, hè, qua muziek. Ja, I Want You Back van de Jackson 5. Dat is wel een hele goeie. Laten we die gaan doen. Volgende. Nee, ik weet niet wat dat is. Supertramp, Breakfast in America. Dat is wel ook een hele goeie trouwens, ja. Supertramp, Breakfast in America van Supertramp. Ja, dat is de tweede. Nog 3 uit de 70's. Komt-ie. Nee, skip.
Skip. Don't Stop Me Now van Queen. Dat is wel een goede banger trouwens. Zullen we die doen van Queen? Don't stop me now, 'cause we're having a good time, having a good time. Ja, dat is wel een hele goede banger. Nog twee uit de 70s. Let's go. Ja, Bob Marley. Oh, nee, die skippen we ook even. Nee. Ja, Elvis Presley is wel leuk, maar... Pink Floyd en The Brick in the Wall? Ja, die moeten er wel bij eigenlijk, hè, Pink Floyd. Pink Floyd... Another Brick in the Wall. Ja, die moeten we ook even erbij pakken natuurlijk. En dan hebben we nog eentje uit de 70s. Let's go. Ah, de Bee Gees, How Deep Is Your Love? Is wel een heel mooi liedje inderdaad, hè. Die moeten we eigenlijk ook wel even doen, jongens. Bee Gees, How Deep Is Your Love? Ah, mooi liedje, mooi liedje. Die doen we erbij. Nou, dan gaan we door naar de volgende decade. En dat is de 80s. De 80s, spannend. Komt-ie. Nee, die skippen we even. Ah, The Winner Takes It All van ABBA. Die moeten we natuurlijk ook wel even hebben, natuurlijk. ABBA, The Winner Takes It All. Gaan we daar ook even op stemmen? Oké, dan nog vier uit de 80's. Nee. Ah, Sting met Englishman in New York. Dat is ook echt een lekker nummertje, hoor. Sting, Englishman in New York. Ja, die gaan we er ook bij gooien. Nog drie uit de 80's. Nee, Michael Jackson. Oké, nee, dat is niks. Nee, skip. Skip. Purple Rain, nee. Ja, dat is ook wel een lekker nummertje. Nee. Ga door. Oh, dit is wel een lekker nummertje dit trouwens. Ja, Bronski Beat met Small Town nog wat. Even kijken. Bronski Beat. Ja, Small Town Boy van Bronski Beat. Ja, dat is ook wel een goede track trouwens. Nog twee uit de 80's, jongens. Ja. Under Pressure. Ja, Under Pressure van Bowie en Queen. Sowieso. Die gaan we ook eventjes doen. Under Pressure, Queen en David Bowie. Ja, nog eentje uit de 80's, beste mensen. Let's go. Nee. Rosanna. Nee. Ah, Bryan Adams, Run To You. Dat is ook wel een lekker nummertje trouwens. Die gaan we ook wel even doen, jongens. Ja, Bryan Adams met Run To You. Oké, dan, let's go. Dan gaan we door naar de 90's, jongens. Let's go. 90's, here we go. 90's. Nee. Nee, dat wil ik allemaal niet. All right, Smash Mouth? Ja, deze moeten we hebben, toch? Ja, Smash Mouth met All Star, die moeten er sowieso bij natuurlijk. Dat is wel echt een lekker bangertje uit de 90's. Ja, die gaan we erbij gooien. Hoppakee. Nog vier uit de 90's. Oh, nice. Dit is echt... Ja, Bittersweet Symphony natuurlijk, ja. Dat is ook echt een heerlijk nummertje. Bittersweet Symphony van The Verve. Ja. Nog drie uit de 90's, jongens. Let's go. Yeah. Ah. I like the way you work, yeah. Ja, No Diggity van Blackstreet. Ook een lekker nummertje natuurlijk. Ja, daar gaan we zeker ook op stemmen van Blackstreet. No Diggity.
Nog twee uit de 90's, beste mensen. Let's go. De Smashing Pumpkins, dat is ook wel een classic hoor. Zo, dat is echt een classic. Ja, 1979 van Smashing Pumpkins. Ja, dat is echt een heerlijk nummertje. Dan nog eentje uit de 90's, beste mensen. Oh, de Red Hot Chili Peppers. Ja, die moeten ook bij. The Other Side. Take me to the other side. Hello. Ja, daar gaan we zeker ook even op stemmen. Hoe heet dat liedje ook weer van de Red Hot Chili Peppers? Other Side. Ja, van de Red Hot Chili Peppers. Heerlijk nummertje. Dan gaan we door naar de Zero's, beste mensen. Ja, de Zero's. Generate. Let's go. Nee. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ook niet. Nee. Kings of Leon met You Somebody. Dat is wel een lekker nummertje hoor. Kings of Leon met You Somebody. Ja, die moeten we zeker even hebben. Daar gaan we op stemmen. Nog vier te gaan. Nee. Nee. Oh. Dit is wel een lekker nummertje. Empire of the Sun with Walking on a Dream is wel een lekker nummertje hoor. Ja. Walking on a Dream van Empire of the Sun. Heerlijk nummertje. Gaan we door naar het volgende. Stromae met Alloren Dans. Ja. Ja, daar gaan we ook op stemmen. Oh, ik moet het wel goed spellen natuurlijk. Stromae. Ja, Alloren Dans. Ja, toen ik dat liedje voor het eerst hoorde, ik was helemaal verkocht. Nog twee uit de Zero's. Ah, dit is ook een lekker nummertje hoor. Back to Black van Amy Winehouse. Die hoort er ook zeker bij. Die gaan we er zeker bij doen, jongens. Amy Winehouse. Met het nummer Back to Black. Yeah, let's go. Nog eentje uit de Zero's. Nee, ook niet. Verder. Nee, die skippen we ook. Ah, Fireflies van All City. Ja, I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Ja, die doen we erbij, jongens. Nou, dan gaan we door naar de volgende decade. En dat is de jaren 10 van deze eeuw. Here we go. Let's go, people. Ben benieuwd wat we hieruit kunnen halen. One Direction, nee. Ariana Grande, nee, ook niet. Gaan we ook niet doen. Sicko Mode, nee. Nee, dat is ook niks. Nee. Nee, dat is een baggermuziek allemaal, joh. Nee, dat moeten we ook allemaal leren. Nee. Nee, die skippen we ook. Hey, kom op, man. Geef even goede bangers, jongens. Nee, dat is ook niks. Nee, ook niet. Sorry van Justin Bieber. Ja, dat is wel een lekker nummertje van Justin Bieber. Oké, doen we Justin Bieber met Sorry. Even kijken, waar is hij? Ja, daar is hij hoor. Sorry van Justin Bieber. Oké, dan volgende. Let's go people. Nee. Nee, ook niet. Nee. Nou, geen Coldplay? Nee, deze zal ik niet doen. Nee, ook niet. Post Malone?
Wel veel baggermuziek hoor. Deze shit zo. Nee. Jezus. Maar het gaat lekker zo jongens. Kom op, even opschieten. We hebben niet de hele dag de tijd. Jesus Christ. Pumped up kicks van de vaste people. Pumped up kicks natuurlijk, ja. Dat is een hele goede banger van Foster en nog wat, ja. Pumped up kicks van Foster the People. Dat is een lekker nummertje. Nou, nog 3 te gaan uit de jaren 10. Nee, dat vind ik echt een zeik nummer. Nee, dat is ook niks. En geen Harry Styles even. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Oh, Heat en 21 Pilots. Dat is echt een lekker nummertje. Ja, dat gaan we doen. Ja, 21 Pilots. Dat is echt een heerlijk nummertje. Heathens, dat is zo'n mooi nummertje. Mag niet ontbreken. Nog 2 te gaan naar de jaren 10, jongens. Even kijken, wat gaan we doen? Bad Guy, Billie Eilish. Ja. Dat is ook wel een episch liedje, hè? Bad Guy van Billie Eilish. Die moeten zeker ook erbij gooien, inderdaad. Ja, zo dan. Heerlijk. Nog eentje uit de jaren 10, jongens. Let's go. Nee, ga even kijken. Nee, schiet op. Ah, nee. Allemaal wat een kutmuziek allemaal, zeg. Nee, is ook niks. Ah, XXXTentacion. Zal die erin staan? Nee, die staat sowieso niet in, dus daar kunnen we niet eens op stemmen, joh. Wat een bullshit eigenlijk, zeg. Nee, is ook niks. We're gonna skate to one. Nou, we gaan door naar de 20's, jongens. Volgende. Ja, what the fuck is dit maar voor bullshit? We hebben het net ook al gehad. Ja, jezus, hé. Wat een... Hij is aan de generator. Sam Smith, Stay With Me. Is wel een lekker nummertje. Oké, Sam Smith. Stay With Me. Dat is wel een lekker nummertje, inderdaad, ja. Nou, ik vind Like I Can vind ik een beter nummer van Sam Smith. Vind ik wel een leuk, lekker nummertje. We mogen nog 5 nummers uitzoeken, jongens. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon even naar Top Songs of All Time. 5 laatste liedjes. Hier gaan we dan. Generate. Come on. Ah, Heatwaves, Glass Animals. Ja, die moeten in ook, hè, de Glass Animals met Heatwaves. Dat is echt een lekker nummertje wel. Ja, Glass Animals, Heatwaves. Ja, die moeten erbij, toch? Sowieso. Nog vier nummertjes, jongens. Volgende. Ik weet niet wat dat is, maar... weg ermee. Nee, dat is ook niks. Ja, we moeten wel even een goede banger, jongens. Kom op. Nee, ook niet. Nee, dat gaan we ook niet doen. Gaan we ook niet doen. Nee, vind ik ook niks. Ja, kom op, jongens. We willen nog een paar nummertjes hebben. Kom even met die goede bangers dan. Dit schiet niet op zo, hè. Dit schiet niet op. Nee, dat is ook niks. Wat de hel, man. Alleen maar kutmuziek. Komt alleen maar kutmuziek aan. Dit heeft toch ook niks aan? Schiet nou eens op, joh. Ja, Tupac. Oké, weet je, we gaan Tupac al wel even stemmen natuurlijk. Met Changes. Dat is inderdaad wel een lekker nummertje. Die hoort er wel bij, denk ik. Volgende. Nee, geen Fugees. Nee, dat gaan we ook niet doen. Radiohead. Radiohead met Creep is ook wel een heel mooi nummertje. Die doen we er ook bij. Heerlijk nummertje. Ja, Radiohead met Creep. Oké, dan doen we die er ook nog even bij, jongens.
Here we go. En dan kunnen we nog twee nummers uitkiezen. Gaan we. In de laatste. Ja, ik ben benieuwd. Ja, U2 heb ik niet zo zin in eigenlijk dit keer. Nee, dat is ook niks denk ik. Marshmallows, dat is toch geen goede muziek man. Slipknot. Red Hot Chili Peppers hadden we al. Dit is ook niks. Dat is ook niks. Ook niks. Dit is wel veel baggermuziek hoor, tegenwoordig hoor. Ah nee, dat gaan we ook niet doen. Nee, geen Aretha Franklin. Nee, ook niet. Nou, weet je wat we doen? Ik kan er even niet meer uitkomen. We gaan de bank zitten, dus gaan we ook maar even op stemmen. Want die heb ik ooit een keer gecoverd. En dan gaan we natuurlijk je blik richting mij doen. En als laatste stemmen we op een van mijn favoriete nummers. Alle tijden wel, denk ik. Zou Snappy erin staan? Snappy de kleine krokodil? Even kijken. Ik ben Snappy de kleine krokodil. Nee, die staat er niet in. Zullen we voor de zou Bilal Wahib erin staan? Bilal? Nee. Ja, dan weet ik het verder eigenlijk niet. Ik denk, we mogen nog één nummertje uitkiezen. Ik denk dat we dan gaan voor een grappig nummertje. Een lekker grappig nummertje. Waar je op kan dansen in ieder geval. Hè? Een beetje een nieuw nummertje. Een modern nummertje van de afgelopen paar jaar. Ik denk dat... Nee, Post Malone is wel een goeie, denk ik. Post Malone. Ja, want... Staat hij erin? Ja. We houden het op Post Malone en Circles. Nou jongens, dit is mijn lijst. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En nog een hele fijne dag. En als jullie mijn lijstje oké vinden, laat maar weten in de comments. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.